Gisteren heeft onze stad er een pak tijdelijke bewoners bij. 250 schapen zorgen voor leven in de buurt van de fietsbrug in het Vennegebied. Mooi en schattig om te zien, maar dat niet alleen. De schapen dragen veel bij aan het verhogen van de biodiversiteit. Turnhout heeft de kudde schapen uitgenodigd om het gras in de omgeving van de fietsbrug op een milieuvriendelijke manier te laten maaien. Maar dat is maar een klein stukje in het hele verhaal. Toen ben ik zo gekomen, we hebben die vorig jaar die bloemen weggezaaid. En het eerste jaar heeft dan de groendienst het terrein helemaal gemaaid, maar dat vergde toch wel wat werk. En ook zijn er stukken van het terrein minder goed begaanbaar en minder goed toegankelijk voor met machines te werken. En zo'n schaapjes die kunnen alles aan, die kunnen ook klimmen en moeilijker plaatsen bereiken. Kudde is 's morgens vertrokken samen met de herder Tier van Geel. Hij heeft wel geen lange baard en een stok, maar samen met zijn twee border collies begeleidt hij de schapen die van wortel naar turnhout lopen. Wij komen van wortelkolonie en we zijn deze morgen om 11 uur ongeveer zijn we daar echt vertrokken. En ja, het is nu 5 uur, half 6, ik weet het niet juist, maar we zijn dus wel even onderweg geweest. Dat is wel het Kempens heideschaap, dus de schapen die vroeger ook gebruikt werden. Die waren bijna uitgestorven, zijn dan in Nederland eigenlijk gered geweest. En zijn dan terug opgekweekt en terug geselecteerd dat ze terug eruit zagen. Maar vooral ook konden wat de schapen vroeger konden, zijn de overleven op heide. Wat heel arm vegetatie is. En dit is dus een kudde met nagenoeg allemaal stamboekdieren, dus die dat erkend zijn als ras. Maar het beeld van de typische herder, dat is een beetje achter ons. In Nederland zijn er zo nog een paar, maar ja, die worden uitgefaseerd omdat dat is economisch echt niet meer rendabel. Ja, dit is niet iets dat je zegt van hier is een kudde, daar is een hond en go. Je kunt dat proberen, maar dat gaat niet goed komen. Dus wat ik eerst gedaan heb, ik ben nu bijna een jaar bezig, is eerst met mijn collega gewoon meegegaan en gekeken wat die doet. Zo de dingen die je eigenlijk op een halve dag geleerd hebt, die al doen en ondertussen kijken wat dat wat moeilijker is, hoe dat die naartoe. De 250 schapen zijn deze week nog in onze stad te gast. Tot donderdag grazen ze in de omgeving van de fietsbrug en vrijdag aan het Peertsven in het Vennegebied.